Nou, Rijk, hij is een klein beetje nat. Want ze heeft net gezwommen. Ja! En dan kan ze dreigen drooglopen. Doe maar. Lopen, 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 lopen. Helemaal los. Helemaal vrijheid. Blijheid! Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen. Ja, het is nog morgen, want het is 19 minuten over 11. Rond 12 uur komt onze Rebecca weer. Tenminste, ze heeft niet afgeappt, niks, nee. Maar oké, en de tafel staat hier nog bom, 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 bom vol. Ja, met allemaal cadeautjes. Mag ik er even doeken, Delfje? Ja. En die ligt daar lekker te wachten tot ik klaar ben om even te lopen. Maar ik wens jullie natuurlijk ook een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ook dat. Ja. Maar oké, ik laat jullie mijn cadeaus eventjes zien. Ik kreeg als eerste natuurlijk ook een aantal kaarten. 2 met inhoud en 1. Zonder inhoud. Ik weet uit mijn hoofd niet welke dat was. Maar die kwam per post. Ja. Nou, deze kreeg ik van een vriendin. Dat kaartje met het flesje. En die orchidee erin. Deze van de keurslager kreeg ik van een vriendin. Deze doos met inhoud. Hè, van Dorf. Kreeg ik van een andere vriendin. Mijn zwagertje lief. Nou, die bloemen hadden jullie al gezien. En die had ik al op de vlog. Die kreeg ik met deze parfum en deze kaart met inhoud. Ja. Die hart hadden jullie ook al gezien. Die kreeg ik van Karen en Roderick erbij. Met nog zoete aardappelen en frietaardappelen en 2 blikken boterbonen. Mm-hmm. Maar deze man die kwam gisteravond. Die bracht mijn broer en mijn schoonzus. Nou, er zit van alles in. En wat weet ik allemaal nog niet. Sowieso fles wijn. En ik denk dat dit kelkjes zijn voor een kaarsjes. Wat dit ding is, weet ik niet. En wat dit is, weet ik ook nog niet. Maar dat gaan we vandaag wel allemaal even bewonderen. En natuurlijk een mandje, hè? Ja, een handig mandje om spulletjes in te doen. Ja, altijd handig. Maar in ieder geval, Kandel die is ook nog binnen. Eeuwen die is nog boven. Die ligt nog op de vensterbank van mijn slaapkamer aan. Achter het gordijn, want ik laat boven nou met dit weer de gordijnen dicht. Die gaan pas vanavond open en ook het raam. En het is nou dicht. Ik zal zo meteen nog even het zonnescherm naar beneden doen en met Rijka uit. En dan moet ik dat gaan doen. En de diertjes natuurlijk verzorgen met zelf verzorgen. Maar dat komt allemaal goed en ik moet de vlag nog opruimen, die ligt ook op tafel. Maar dat komt allemaal wel goed. We gaan er nou zometeen er tegenaan om het weer spikkerspan te krijgen. Ja, dat heet altijd na een verjaardag en ik ben nog moeder van. En ik heb ook, ik kon er niet even snel eruit komen of wat dan ook. Want ik had de wekker ook om 9 uur gezet, 10 uur gezet. Ik denk, dan weet je wat, ik mag dan blijven weg, want ze komt toch pas 12 uur. Dus laat maar zitten en doen, zolang ik mijn hondje maar even kan gaan doen. En zet de sleutels, ik kan erin zometeen, ja. Zij eerder terug is dan dat ik, tenminste als zij eerder hier is dat ik terug ben met mijn wandeling. Zij kan erin. Ja toch?
Maar oké, lieve vrienden, genoeg gepraat. Ik zou zeggen, geniet van je dag, want het is een prachtig trauma weer. Strak blauwe hemel, wat willen we nog meer? Ja, en de temperaturen lopen alleen nog maar op. Hè, Rijker? Ja. Ik zal eens even kijken hoe het bij de poort is. Ja, gaan we even kijken. Hé? Jo, jij mag ook zo naar buiten mij, man. Ja. Ah, 45 graden. Oh, die zwarte moeten jullie hebben. 45 graden. En hij kan tot 50. En daarna ziet hij het niet meer. Dus weten jullie genoeg. Het moet nog warmer worden. Ja, meestal is het rond een uur of 12. Dan is het op zijn warmte. Daarna begint het weer af te koelen, zeggen ze. Maar geloof ik ook niks van, want het gebeurt ook altijd dat het veel later warmer is. Maar ja, oké, maakt niet uit. We zouden een hittegolf gaan krijgen, dus we zullen het beleven, ja toch. Maar oké, geniet er wel van. En ga niet zitten klagen, oh wat is het heet, wat is het heet. Nee, ga denken, oh het is koud. Dan heb je het ook niet heet. Denk aan andere dingen. Zoals je cadeautjes bewonderen. Ja, ik weet echt niet wat het is. Zit in ieder geval ook snoertjes aan. Dus er moeten lampjes in zitten. Ik weet het echt niet, jongens. Nee, echt niet. Straks is het in een of ander robotje. Maar ja, we zullen het beleven. Ja, ik zou het echt niet weten. We zullen het zien straks. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Maar oké, ik zou zeggen tot straks, tot dan. Nou, lieve vrienden, ik heb hem hier voor me staan en we gaan hem eens eventjes uitpakken. Ik zou al eerst even ruimte gaan maken. Hallo, mijn kind. Hi. Ja, je bent dus Katie, hoor. Ja, en die is eindelijk beneden. Gisteravond dat mijn broer en schoonzus kwamen met de hond. Die kan niet met katten en kan alvast buiten, dus dat was niet zo ramp. Maar Ewen die moest naar boven toe. Nou, ze is naar boven gegaan, maar ze is nou pas net beneden. Dus kunnen jullie nagaan. Nou ja, we gaan hem eens eventjes proberen te openen. Ik ben altijd gek op lintjes. Hebben jullie dat ook? Nu moet je ook maar weer zien hoe ze dat hebben geknoopt. En dat krijg ik natuurlijk weer niet los. En dan vind ik het zo zonde om het kapot te knippen. Ja? Als ik daar nog... Ja! Goed zo! Zo. Zo. Nou. Kijk, weer een lintje. Nou, bij die orchidee maar even. Oh, nou moet ik een schaar hebben. Geloof ik. Nou, maar dat rijdt het niet op. Ja, even de schaar pakken. Zo. Ja, nog even op. Doe nou even lief. Je moet het even daar onderweg zien te krijgen. Oh jee. Nou, kijk eens aan. Als je daar zuinig op bent, ga je de volgende keer er zelf weer op aan. Ja, zeker weten. Mijn hemel. Zo.
schaar er even onderuit. Daar maar even naartoe. Nou. Zo even. En dan zetten we hem weer. Nou, een fles wijn, dat wisten we al. Ja, dat wisten we al. Kijk. Ik weet niet of jullie dat zien wat dat is. Maar dat kon mij, voor mij wel eens raamfolie wezen. Voor de keuken. Dan kan die ramen weer even schoongemaakt worden. Want ik wil een gedeelte raamfolie erop hebben. Vanwege de inkijk. Maar ik wil het wel zo hebben dat Rijka naar buiten kan kijken. En ik naar buiten kan kijken. Ja. Maar niet dat de mensen mijn huis binnenkijken. Want ze lopen de pal langs. Nou ja. Dan hebben we. Inderdaad. En ik haal het uit de verpakking uiteraard. Ja. Dan gaan we dat eens even bekijken. Ik heb al een fles wijn, Rebecca. Lekker, lekker. En kijk, raamfolie. Oh, dat is altijd maar voor. Ja. Nou, dat is kelkje 1. Er zit een touwtje omheen met een hartje. Zo, dat gaat beter. Dat gaat sneller. Zo. Nou, eentje met een hartje. Allemaal met een hartje. Mag ook. Ja, allemaal met een hartje. Oh, kijk eens om en om. Een doorzichtige. En dan een witte. En dan weer een doorzichtige. En uiteraard weer een witte. Ja, het is maar net hoe je het neerzet. Kijk. Ik denk ook twee witte naast elkaar en die twee glazen aan de buitenkant of andersom. Kijk eens, hoe leuk. Leuk toch? Of niet dan? Gaat dat in het doosje terug. Opgeruimd is toch netjes. Papiertje erin terug. Nou, dat is al drie cadeautjes. En dat een fles. Ook dof. Nou, dat kan. Nou zeg. Wat voor dikkie. Ik had hier ook een doos. Met Dof. Straks is dat dezelfde. Kan je lachen. Ik weet niet. Nee, een andere, er zit een andere dop op. Silk Glow. Ik ken geen Engels. Wat is Silk Glow? Weet ik niet. Weet ze ook niet. Softer, smoother skin after on shower. Dat is na de douche. Nee, dit is softer, smoother skin. Wacht ervoor. Het is allebei iets. Oh, after on the shower. Nou ja, body wash. Body wash, allebei body wash. Ik kan niet te weten hoor. Body wash is lekker wash. Ja. Dit is shampoo. Hoepie. Die mandje zat in shampoo. Dus is dat nou opzetten? Ja. Wat het is? Zo hoog zijn. Silk Glow, shea butter en vanille. Body wash, allebei body wash. Nou ja, oké. En nog zo'n ding erbij, maar dat zat in die doos hoor. Dat zit in de doos. Ik ga nou even om dat mandje van mijn broer en mijn schoonzus. Nou, dat is dan een doos ding. Oh jee. Gaan we weer een lintje. Ah, die zit nou
Je zit vast wel. Op een andere manier hopelijk, dat het lukken wil. Als het lukken wil, ja ja. Als het lukken wil. Dode dingen zijn niet mijn de baas. Echt niet, echt niet. Zie dat, lukt wel. Komt ie al, komt ie al. Ja, ik heb hem weer. Nou, weer de schaar, die ligt hier nou. Met de plakband kapot. Zo. Nou, hebben we... Oh. Hoe worden we dik? Dikmakers, maar wel lekker. Ho, ho, ho. Wou je een dikmakertje hebben? Nee. Ja, is lekker. Ik heb een bonbonnière. Vol met chocolaatjes. Ja. Lekker, lekker, lekker. Ja, dat beweegt. Dat ga je toch zo, hè? Nou. Ook een happie? Ah, heerlijk. Dan zetten we die even daar neer. Want ik heb nog één en dat wordt volgens mij een of ander rood bordje. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Pootjes. Ik weet het echt niet. Ja, hij doet het. Nou is hij weer uit. Nou, we slijmen, ik weet niet wat. Ik weet niet hoe dat moet. Ah, kijk. Ja, er zit lampjes in. Het is een lampje. Geweldig. Hoe is het mogelijk? Hoe verzinnen ze het? Hé, nou. Oh, wat leuk. Kijk hoor. Nou, doet hij weer niet. Ach, doet... Ja, kijk. Oh. Dat is echt leuk. Ah, hij hapert een beetje. Kom met die draadjes. Wel leuk. Ja toch? Maar ja, hij is dus van buiten en hij is hartstikke leuk. Ja, er zit een sensor achterop, dus ja. Ik vind hem hartstikke leuk. Ja, hij gaat op tafel. Vind ik leuk. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder en ik zeg tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn cap weer eindelijk eens een keer op. Ik ben weer gekleed. Ik heb tuigboel om. Ik heb heuptasje om. Ik heb rijker mee. We gaan met de booster. Gaan we weer even lekker weg. Ik ga ook even naar een dierenspeciaalzaak. Want
De oortjes werden vanmiddag groter, want die klap ik wel eens achterover. Straks verbrandt ze die. Nou, dat vind ik niet fijn. Ik ga even kijken of ik een petje voor haar kan vinden. Ze moet ook beschermd worden tegen de zon. Hé, kleine meid. Dus dat gaan we gewoon even ook bekijken, hoe en wat. En wat we verder gaan doen, weet ik niet. Nee. Ja, maar ik wil eruit. Ik wil eruit. Weg, weg. Ja, ik zit alweer lang genoeg binnen. Dus jullie gaan lekker gezellig mee. Of ik vlog onderweg, is ook nog maar de vraag. Maar dat merken we dan wel weer. Ik zou zeggen, tot later. Nou, Rijke is een klein beetje nat. Want ze heeft net gezwommen. Ja! En dan kan ze dreigen drooglopen. Doe maar. Lopen, 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 lopen. Helemaal los. Helemaal vrijheid. Blijheid. Hè? Blijheid, vrijheid. Ja. Rijke helemaal blij. Hè? Lekker even in het water geweest. Yay! Heerlijke meisje. Heerlijk, hè? Heerlijke schat. Allemaal mollen hopen zijn dat. Ga je mollen vangen? Ga je mollen vangen, meis? Oh, heerlijk. Kom. Kom, kom. Rijke. Rijke. Kom, die kant op. Kom. Oh, heerlijk. Hoi meis, is het zo lekker hè? Oh, je bent zo nat, baba. Hé, hey, jij is kat. En ze heeft nog water gedronken, hè? Vrouwtje het water mee. Maar we hebben in de winkels niks kunnen vinden. Nee, ze hebben het hier niet. Nee. Kom maar. Kom maar, schat. Ja, eens je één moet die trekken omhoog. Hé, hey. Joh. Oh, ga je daar weer? Kom. Lekker schat. Hoe ze mij ook in de gaten houdt, zien jullie dat? Rijke. Kom eens hier, want je moet weer aangelijnd worden, schat. Rijke, kom eens. Rijke. Oh. Kom eens hier. Kom eens hier. Goed zo. Hier blijven. Hier. Hier blijven. Hé, nog even uitschudden. Ja, maar je wordt weer aangelijnd. Hieraan. Ja. Ga eens mooi zitten. Goed zo. Blijf. Blijf. Nou, lieve vrienden, jullie hebben het even gezien. En nou zijn we lekker weer op de dijk, aan de kant van het strand. Ja, ja. Nee, lieve vrienden, wat jullie daar zien liggen is geen tekst. Nee, dat is, ja. Help, ik weet het even niet meer.
Ik noem het altijd het zeehondeneilandje, omdat ze daar hoor leggen te rusten op. Ja. En er gaat een gele helikopter. Ik weet niet of jullie hem zien. Ik zie hem in ieder geval niet door het scherm heen. Ja, wat is er? Kom eens hier. Nou, ik heb er net ook eerste hulp verleend aan eentje die fout bezig was. Die was met haar vriendje aan het picknicken, ergens waar het niet mag. En toen moest ze over het prikkeldraad heen klimmen. En ze was nog een klein stuk en ook een beetje fors, dus ja. En toen hebben ze... Heb hij haar eroverheen getild en toch net aan het prikkeldraad? Ja! Dat deed auw! Ja, want ze had bloed op het been. Want ze had korte broek aan. Dus ik heb even eerst de hulp geleend. Gelukkig dat ik in dit tasje altijd een eeuwig mijn verbandrommeltje heb. Maar hij werd dan voor het eerst gebruikt. Ja, dus ja, zij helemaal weer blij dat het is gelukkig goed gekomen. Dus die lopen weer verder. Ik zeg nooit meer doen. Nee, mevrouw, u hebt gelijk. Ik zal toch nooit meer doen. Nou ja, oké. Okay. Zij heeft er pijn van en ik niet. Maar in ieder geval, ze zou beterschap beloven. En als ze dat nou ook maar nakomt, dan is toch alles goed. Ja toch? Nou, we draaien jullie weer even om. Even weer meegenieten van alles. En Rijka die zit daar ook. Hup, gaat ze. Ja, meisje. Ga mee, dat asfalt is veel te heet voor de pootjes. Ja, daar maar. Kijk, in het zand. Ja, maar dat is ook heet. Zand kan ook heet wezen. Nee, zand kan ook heet wezen. En ik kan niet omhoog, hè? Nee. Ik kan niet naar het gras. Nou, kom maar. Kom. Ga zitten. Maar ja, dan gaan we verder die kant op. Ja, ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, en toen waren we weer thuis. Ja, gelukkig wel, want ik ben bek af. Ondanks dat ik in principe niks gedaan heb. Dan enkel maar zitten en rijden. Maar ook daar word je moe van. En nou zoek ik Rijka. Die kwam er net binnen. Oh, onder de tafel. Kijk eens een keer, heb. Een frisbee. Kom daar. Wat is dat? Ja, en toen? En toen? Ja, en toen? Ja? Pak hem dan, pak hem dan, pakken, pakken, pakken dan. Ja, doe maar, pakken. Goed zo. Het is niet om op te kouwen. Kom maar, breng eens een vrouwtje. Rijka. Het is een frisbee. Ja. En niet een ding om op te bijten. Nou, malle meid. Kom dan. Pakken. 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 Wat een malle meid. Ja, en daar heb ik Gandalf. Nou, dan pak ik mijn stok maar. Malle meid. Malle meid. Auw. Toen deed ik mezelf zeer. En waaraan? Aan die bak. Ja, kom ik met mijn hoofd tegenaan. Ah ja, en toen? En toen? En toen? En toen? Kom dan, pak het dan. Mispoes. 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 Mispoes.
Mis poes. Pakken. Ja, en nou, ik kan je weer niet pakken. Als ik hem nou eens omdraai. Als ik nou zo ga. Ja, daar moet je pakken, ja. Ja. Nou ja, ze bekijkt het maar. Ik wil zitten. Ik wil koffie. Ja. Hé, hey, jongen? Ja, vrouwtje wil koffie. Wat jouw meisje? Ja, hè. Ja, wat is een meisje? Ja, schat. Hé, nou. Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. Ja, het is 4:05, dus ja. Geniet ervan. En ik ga een bak koffie maken. En even tot rust komen. Ja. Ik begrijp nog niet dat dat het jongensstelletje achter de prikkeldraad was. Nee. Begrijp er niks van. Daar mag je niet komen. Er lopen bubbels van al rond daar in dat gebied. Ja, maar daar was een deurtje. Ja, en dat deurtje. Je hebt ook nog brandweerlieden die er wel kunnen moeten komen, hè? Ja, en een dierenarts of weet ik veel wat. En dat was mijn stok die er veel pech had. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dingen. Ik ga hier ook verder. Ik zou zeggen, tot later. Doei.